Amsterdam 750. Voor mensen die het niet weten, wat is dat precies? Op 27 oktober 1275 gaf graaf Floris V aan een kleine nederzetting bij een dam in de Amstel het recht om onafhankelijk handel te drijven. 750 jaar geleden is Amsterdam ontstaan. 750 jaar. Dat is 15 Dr. Mokums, als je ze achter elkaar legt. Of 10 Henk Krollen. Of 10 afleveringen van 10 minuten van Amsterdam 750. Kijk, met dit plaatje sloten we deel 1 af. Enige gedetailleerde tekening van hoe de stad er in 1275 uit moet hebben gezien. Maar wat denk jij? Op de dag dat ik deel 1 online zette, werd er een nieuwe versie gepubliceerd. Gemaakt door Mikko Kriek. Kijk eens wat mooi en gedetailleerd. Je ziet hier de oudste bebouwing, toen bekend als de Windmolenzijde. Nu de nieuwe dijk. Ze zijn de windmolen vergeten. Maar je ziet wel de nieuwe Zuidskolk. Het Damrak is een buitendijksgebied en aan de overkant zie je de Kerkzijde, de Warmoestraat. Hier nog maar aan één kant bebouwd. Duurt niet lang voordat die andere kant, met de huizen in het water, er ook ligt. En kijk, daar staat het houten kapelletje uit de vorige aflevering. Waar nu de oude kerk staat. Die gaat in deze aflevering nog gebouwd worden. Dan heb je de Dam. En ten zuiden van de Dam is de bebouwing ook doorgezet. Ze noemden het Gansoord, ligt nu de Nes. Met aan de overkant de Bindwijk. Nou, en dan moet dit het Spui zijn. En dan heb je hier die Lanen, nu de Heilige Weg. Er woonden hier toen in totaal zo'n 1000 mensen. En iedereen was katholiek, maar niet allemaal op dezelfde manier. Het idee bestaat dat pas na de middeleeuwen, met de reformatie, de variatie kwam in het geloof van de Nederlanders. Maar zo was het natuurlijk helemaal niet. Sommigen waren streng in de leer, anderen nogal losjes. En weer anderen waren paus Innocentius IV. Nederland was onderdeel van het Heilige Roomse Rijk. Dat werd geregeerd door een keizer. Zijn zoon was de koning van het Duitse Rijk, ook onderdeel van het Heilige Roomse Rijk. Deze twee figuren hadden altijd maar kritiek op die paus. Ze beschuldigden hem van machtsmisbruik en corruptie. Dus de paus probeerde de keizer te laten vergiftigen. 2 keer. En toen dat niet lukte, liet hij voor het Duitse Rijk gewoon een tegenkoning kiezen. Hoezo machtsmisbruik? Ja, maar dokter Mokum, wat heeft dat nou helemaal met Amsterdam te maken? Vraag je je natuurlijk af. Nou, weet je nog die dijken langs het IJ uit de vorige aflevering? Die waren gelegd op initiatief van graaf Willem II van Holland. Want die wilde met de West-Friezen op de vuist. En dat kan natuurlijk niet over een paar drassige landweggetjes. Moest je wel met je paarden over een beetje verharde weg. En die Willem II, hij werd die tegenkoning. Koning van Duitsland. Of eerder, marionettenkoning van de paus. En vader van Floris V. Die gast die Amsterdam in 1275 dat tolprivilege schonk. En daarmee de stad haar geboortedatum gaf. Floris V werd in 1254 geboren. De vijfde Floris met die naam dus. Vind je gek? Er zijn 7 Dirken geweest. Niet dat het Huis van Holland dan verder zo lang heeft bestaan of zo hoor. Nee. Gasten werden gewoon allemaal niet zo oud. Willem II was zijn vader al verloren toen die 24 was. Gestorven op een riddertoernooi. En Willem II zelf, de tegenkoning, waarvoor die paus al die moeite had gedaan. Eerst ging hij op veldtocht tegen Vlaanderen. En toen de dijken af waren, kon hij eindelijk gaan knokken met de West-Friezen. Die hebben hem in de buurt van Alkmaar met zijn paard doodgeknuppeld. 29 jaar. Als koning van het Duitse Rijk werd Willem II opgevolgd door de zoon van deze gast. Koning Jan van Engeland, die van Robin Hood. Als graaf van Holland werd hij opgevolgd door Floris. En die familie van Floris zat natuurlijk te balen. Eerst hadden ze het hele Duitse Rijk, nu nog niet eens West-Friesland. Toen Floris 12 jaar was, werd hij meerderjarig. Want als je niet oud wordt, ben je vroeg meerderjarig, dat is logisch. Eerste punt van orde, de West-Friezen. Floris ging op zijn 18e op veldtocht. Hij zou zijn vader wel eens even gaan wreken. Maar dat mislukte compleet. Het liep zo fout af dat de Kennemers in Holland in opstand kwamen. Wat er precies is gebeurd, is verloren gegaan in de mist van de tijd. Maar toen het stof was neergedaald, had Floris de Kennemers bedwongen en stond hij bij Amsterdam in het krijt. Op de een of andere manier had Floris hulp gekregen van de Amsterdammers. Dus gaf hij als dank het tolprivilege aan de mensen die bij de Dam woonden. Die, let wel, nog steeds onderdeel was van het Sticht Utrecht. Het bisdom was helemaal geen Holland. Maar de bisschop had zitten slapen, dus maakte Floris zijn move.
Door de Amsterdammers de tolvrijheid in Holland te verlenen, zorgde die ervoor dat de schepen uit Amsterdam gratis door Holland konden varen. Dat was lucratief, want er was bij elke bocht in elk slootje wel een tol. Opeens hadden die Amsterdammers een alternatief voor de binnenvaartroute via de Vecht. Die Floris, best wel vet, heeft ook nog het Muiderslot laten bouwen en de Ridderzaal in Den Haag. En hij heeft uiteindelijk toch de West-Friezen overwonnen. En in West-Friesland de beenderen van zijn vader teruggevonden. En toen stierf hij op zijn 42e. Door dat tolprivilege van Holland is Amsterdam van het Sticht Utrecht afgeweekt. Of niet? Nou, ze noemen het nu het Beleg van Amsterdam. Amsterdam is 3 keer belegerd en 1 keer bijna. Dit is de eerste. Moet je voorstellen, Floris werd vermoord in 1296. Zijn zoon Jan was toen 12. Laatste teller uit het Huis van Holland. Want hij had 4 broers en 3 zussen en die waren allemaal dood. En toen stierf hij op zijn 15e aan dysenterie. Huis van Holland uitgestorven. En het ging naar het Huis van Henegouwen. Om precies te zijn, naar graaf Jan. Nummer 1 jongensnaam rond 1300. Jan. Jan van Holland liet zijn broer bisschop van Utrecht maken. Slim. Nou was Amsterdam van zijn broer. Maar er was nog een derde partij, de heren van Amstel. Oorspronkelijk in dienst van de bisschop als schout van Amerstellen, hadden ze hun functie erfelijk gemaakt. Schout Gijsbrecht de Vierde van Amstel kreeg het aan de stok met Floris en zat in het complot achter zijn moord. Hij werd verbannen, maar hij had ook nog een zoon. En die heette, voel je hem al aankomen? Jan van Amstel. Toen Jan van Holland en zijn broer de bisschop even afgeleid waren, Vlaanderen deed weer eens moeilijk, pikte Jan van Amstel Amsterdam in. Een jaar lang was hij er de baas. Hij liet versterkingen bouwen. Amsterdams eerste stadsmuur. Was eigenlijk niet meer dan een aarden wal met een houten palissade. Meer had je niet nodig. Het kanon werd pas een paar decennia later uitgevonden. Een stuk van de Boerenwetering werd vergraven. De ouderzijds Voorburgwal werd gegraven. En de Grimburgwal. En samen vormden ze de vestgracht van Amsterdam. Die padvindersafscheiding kwam om de jonge stad heen te staan. Hier zo. En dat kon Jan van Holland natuurlijk niet over zijn kant laten gaan. Dus die stuurde zijn zoon met een legertje op Amsterdam af. Ze belegerden de stad 2 weken lang. En toen gaf Jan van Amstel zich gewonnen. Hij vertrok met de noorderzon en de staart tussen zijn benen. Nu, 720 jaar later, loopt er nog 1 telg van de Van Amstels rond in Amsterdam. Je ziet hem vaak op AT5, loopt hij te klagen over het verkeer. Dat is zijn werk. Hij is lector City Logistiek aan de VU. Walter Ploos van Amstel. Omdat de Amsterdammers zich hadden ingelaten met de familie van Amstel, die Floris de Vijfde had vermoord, nam het Huis van Holland strafmaatregelen. En ze lieten de palissade afbreken, de versterkingen en de bruggen. Amsterdam heeft nu 6000 bruggen, meeste ter wereld. Maar toen lagen er 2. De Oude Brug, die lag daar waar nu de Beurs van Berlage staat, ligt nog steeds de Oude Brugsteeg. En een nieuwe brug. Die. De stad was nog net zo groot als aan het begin van deze aflevering. Er lag nu alleen een gracht omheen. Waar het houten kapelletje had gestaan, waren ze begonnen met de bouw van de oude kerk. Naast de dam was een pleintje ontstaan. En er lagen dus bruggen. Beetje flauw, hè, de bruggen laten afbreken. Beetje pesterig. Ze konden gewoon nog steeds over de dam lopen. Alleen maar een stukje omlopen. Maar dokter Moken, hoor ik je denken. Er lagen toch boten in het damrak? Hoe kon er dan een brug liggen? Ja, goede vraag. Die bruggen hadden een oorgat. Gewoon een gat in het midden, waar die mast doorheen kon. Moest je als voetganger dus ook echt overheen springen. Dat modderde zo een beetje verder. En in 1317 stierf de bisschop van Utrecht. Zogenaamd kinderloos. En wie erfde dat hele zwikkie? De graaf van Holland. En zo werd Amsterdam uiteindelijk Hollands. En terwijl men begon met de bouw van de oude kerk, verdween de directe macht van de katholieke kerk uit deze contreien. Of niet? Gaat hij nog een comeback maken? Gaat hij de aantrekkingskracht en de infrastructuur van de stad nog op ingrijpende wijze beïnvloeden? Dat zie je allemaal in de volgende aflevering van Amsterdam 750. Dr. Mokum out. Schout Gijsbrecht de Vierde.
Schoutgeer. Schout Gijsbrecht IV van Amstel kreeg het aan de stok met